Fijn dat jullie kijken naar deze aflevering. Ik ben Roy, ik ben 10 jaar. Wij gaan vandaag een soort Kingdom video maken. wij hadden in de vorige aflevering, was ik koning van Fire Knight. Ik ben gedingest in haar Eredon, omdat ik sterk was. Heel erg sterk, iedereen weet dat natuurlijk. Maar een beetje onschuldig, maar dat maakt niet uit. Kut, zit vast. Jumpscares in the building. Ik ga vandaag uitleggen waarom ik in Eredon zit. En ik heb een raam dicht gaan kijken. Dan betekent iemand naar me toe. Mr. Bradley. Ik lijk een beetje. Sorry daarvoor. Ik zat even mijn instelling of zo. Dat blijf ik niet meer. Ja, ik ga maar. Oké, what the fuck? Oh, kut zombie. Ik heb een sterk armor. Een Battle Axe of Eredon. Die hadden we gehad. En het Sword of Eredon. Dit is de eerste video van Kingdom Eredon. Er komen meer video's van mij met oorlog en zo. Want we hadden al oorlog gehad met Empire. En dat was niet echt. Oh my god, dat was niet echt een pretje. Want ja. Je weet hoe Empire, je weet hoe onze Empire is en dat is niet kut, dat is niet zo fijn. En gelukkig had het geen wand, dus dat is wel nice. Hoppakee. Dus ik was dood gegaan in de oorlog, maar ik heb een spul weer gekregen. Ja, gevonden weer. Ja, eigenlijk weer gepakt. Mijn koning roept ons, dus ja, toch eigenlijk. Oké, en dan bam, jongen. Kut, sorry. Hij moet nog maar een keer staan. Je moet gewoon echt bijna staan. Ja, is niet bijna, dan ben ik helemaal boos. Ik ga boos worden. Ik heb hem gekild, ja, nice. Oké, wat is die? Oké, we zijn hier met z'n best wel sterk, man. We waren met z'n tweeën toen Empire aanviel. En dat was niet echt oneerlijk. Oneerlijk, dat was niet echt eerlijk. Toen was het een beetje kut. Join de server ook even. Ik ben in de beschrijving. En check ik jullie in de volgende aflevering en dan zeg ik doei!